Sociale media is de toekomst van vrijwel alle sectoren in de wereld. Het is daarom van belang om goed hierin te investeren en vooral het bedrijfsleven wegwijs te maken over de toepassing ervan. Manuela Ronocario, hoofdmarketeer van Ineffable NV, spreekt van een positieve verandering op de markt. Het tot ontwikkeling brengen van de toepassing van sociale media kan namelijk ook zorgen voor een mate van groei bij veel bedrijven. Voor nu zouden we zeggen of adviseren aan elk bedrijf om zich tenminste op één platform te profileren. Omdat je daarbij het doelgroep dat je offline niet kan bereiken, online wel gaat bereiken. Dus ik zou zeggen, denk het niet weg van je marketingplan. Bereken het erbij, bereken je budget erbij, want er zijn vaak genoeg bedrijven die zeggen, ik heb geen budget voor social media marketing. Maar het is een tool, het is echt een van de tools die jouw marketing en sales cijfers een boost kunnen geven. Ronocario gaf verder mee om te letten op het dagelijks gebruik van sociale media. Alhoewel het voor veel positiviteit zorgt, kan het net als andere factoren ook een negatieve kant hebben. De keuze van gebruik ligt in dit geval bij de gebruiker. Heel veel mensen, wanneer ze niks te doen hebben, gaan ze gewoon even scrollen en kunnen lachen. Social media makes their day. En ik wil dat het gewoon daarop moet blijven. Let social media make your day and not break your day. Dus volg mensen, volg pagina's, accounts of bedrijven waarvan je weet dat je iets terug kan leren. En niet dat je er slechter van wordt. Dat is het enige dat ik wil vertellen. Meer hierover woensdag in ons programma In Gesprek met om 5 uur op kanaal 12.1.